Mulders opent. Dat is een goede bal op Shayat. Api Shayat in de wil met Kousenmaker. Shayat naar het rechterbeen. Nou, kan nu vrij uithalen. En daar is de goal voor AGOVV. Mulders. Verbeek. Scheiman. Mooie lichaamsschijnbeweging van Scheiman. Nu dan Den Bos weer met de kans. En nu zit hij er wel in. Via wie anders dan Verhoek. Doelpunt nummer 10 voor de spits van Den Bos. En het is volkomen verdiend. Maaien, de invaller bij AGOVV. Oh, is niet helemaal duidelijk wat dat nou was. Voorzet op schot. Hoe dan ook. Bal valt voor de voeten van Julius Wille. Wille. Shayat nog. Shayat nog altijd. De bal nu breed. Nou, dan is het 2-1 voor AGOVV. Prima. Rustig uitgespeeld door Api Shayat. Hemmen bezorgt de Apeldoorners een hernieuwde voorsprong. Shayat speelt echt een uitstekende tweede helft. Geen bal verspeeld. De kleine middenvelder van AGOVV. Voorheen dus Den Bos. Shayat opnieuw om het te beslissen. Ligt de ruimte aan de linkerkant. Maaien, Zari snel uit zijn goal. Maar dan staat daar nog Mulders. En dan is het gespeeld. En wint AGOVV met 3-1. En laat de helft van de koning zien over veerkracht te beschikken. Want na de puntenaftrek eerder deze week door subtopper Den Bos met 3-1 verslagen.